Ernst, welkom. Wij kennen jou, de meeste mensen kennen jou als teambaas bij BMW, als voormalig motorenman in de Formule 1. Maar als ik zo in de achtergrond kijk, dan is dit een beetje waar jij je tegenwoordig vooral mee bezighoudt. Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, hè? Dus auto's is altijd interessant, klassieke auto's helemaal. En dit is iets wat eigenlijk gegroeid is in de loop van jaren. En ja, je kan er prima je ei in kwijt. Het zijn hele leuke dingen om te doen en om daar een beetje mee dagelijks nu bezig te zijn. Ja, als ik even in de achtergrond kijk, ik denk dat we een hoop vragen gaan krijgen. Waar ben je nu mee bezig? Dit is een BMW, een E9, 3 liter CSL uit 1973. En dat is eigenlijk een beetje het begin van de M-auto's. Dus het is een homologatiemodel wat BMW gebouwd heeft om het Europese toerenwagenkampioenschap mee te rijden. En wat ze dan uiteindelijk ook in, volgens mij in 1973 gewonnen hebben met Twan Hezemans, als het goed is. Goede kleur. Ja, hele goede kleur. Hè? Past bij het land. heb je tussendoor een beetje tijd gehad om het Formule 1 seizoen te kijken? Ja, dat wel. Ik moet zeggen, het is natuurlijk een heel raar seizoen. En op een gegeven moment de hele tijd niks. En toen was het opeens een overload van racen. Wel heel leuk dat het nog uiteindelijk zo heeft kunnen plaatsvinden. Dus het was mooi om te volgen. Ja, want volgens mij was het ergens april, mei. Toen zei een zekere Bernie Ecclestone, die zei, zet hem aan een streep erheen. Het gaat hem niet meer worden dit jaar. Nou, uiteindelijk hebben we volgens mij 17 over het algemeen best leuke races gehad. Ja, en ik denk, kijk, zo'n land of zo'n jaar heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. Het zal voor de teams heel uitdagend zijn geweest, voor de organisatie heel uitdagend. Maar ik vond het fantastisch om Imola bijvoorbeeld weer op de kalender te zien. En te zien hoe deze moderne auto's op zo'n historisch circuit racen. Dus er zitten zeker echt mooie highlights bij die je waarschijnlijk in de komende jaren veel minder gaat hebben weer. Ja, moet dat niet eigenlijk een soort van vaste traditie worden? Elk jaar een soort Europese Grand Prix en dan een Portimao, dan op de Nürburgring. Hè? Ja, ik moet zeggen, ik vond er ook wel circuits bij zitten die minder geschikt zijn. Ik vind Mugello is een legendarisch circuit. Maar als je uiteindelijk gaat kijken, als je dan met deze auto's rijdt, zie je ook heel snel wat de limieten zijn en waar de limits van zo'n circuit liggen en waarom het wel werkt en waarom het niet werkt. Dus ik vind het leuk als het past. Weet je wel, Imola vind ik fantastisch, mooie omgeving, goede historie. Mugello zou ik, denk ik, als je daar ieder jaar naar terug gaat, krijg je toch een vrij saaie race als er geen grote klappers gebeuren. En ja, dat moet niet de amusementswaarde bepalen eigenlijk. Het was eigenlijk best een leuk seizoen. Dat wel gedomineerd werd door Lewis Hamilton, hè? Ja, gedomineerd door Mercedes. En ik denk dat je zeker door, zou ik maar zeggen, het einde van het seizoen ook ziet hoe sterk die auto is. Je zet een George Russell erin en hij doet eigenlijk ja, gelijk vooraan mee. Dus dat geeft aan hoeveel kwaliteit er in die auto zit. Het geeft ook aan hoe goed Lewis is, want het is toch iedere race, ieder seizoen weer geen fouten maken. Daarmee word je kampioen. Dus ik denk dat de dominantie van Mercedes weer was, wat het eigenlijk ook wel een stuk minder interessant maakte. En het erge daarvan is dat je niet de tweede coureur in de Mercedes hebt zitten die Lewis het vuur aan de schenen kan leggen, zoals een Rosberg het wel kan. En als je dat hebt, dan heb je tenminste nog een beetje strijd om de titel. Ja, en nu is het eigenlijk een aftellen van wanneer dat Lewis kampioen wordt en Mercedes kampioen worden. Dat is natuurlijk minder. Maar het is ook een vrij bewuste keuze voor Mercedes, denk ik toch? Dat denk ik ook. Ik denk dat dat moet je niet vergissen, zo'n seizoen als die seizoenen zoals Rosberg en Hamilton, dat trekt een hele zware wissel op zo'n team. En dat vraagt veel energie om dat goed te managen. Die competitie tussen die twee auto's, tussen die twee crews, tussen die twee groepen van engineers. En daar is ook wel, ik weet niet of mensen zich dat herinneren, maar er is natuurlijk een beetje een gedoe geweest dat Hamilton zijn eigen crew moest afstaan aan Rosberg. En dat geeft allemaal een beetje scheve verhouding in zo'n team. Dus op een gegeven moment kan ik me wel heel goed voorstellen dat een teambaas ervoor kiest, rust in de tent. Een nummer 1 en nummer 2 wordt nooit zo uitgesproken, maar ja, de facto is het zo natuurlijk. Hij heeft er nu 7, Lewis. Bijna 100 overwinningen, bijna 100 pole positions. Hoe lang gaat hij nog door? Hoe lang houdt hij nog de motivatie, denk je? Maar ik denk dat hij, zolang hij kan winnen, dat hij in elk geval het per seizoen bekijkt en doorgaat. Ik denk dat hij zeker over de 100 met overwinningen wil. En een titel nummer 8 maakt hem
Ja. Hij is nu al legendarisch, maar dat is een record wat ze van Schumacher al zei. Het wordt nooit afgepakt. Ja, het wordt toch steeds moeilijker om dat nog scherper te stellen. Als hij 8 titels kan pakken, dan is het wel een uitzondering. Op een gegeven moment komt natuurlijk ook Hamilton komt in beeld, hè? Ja, maar dat zijn wel dingen. Kijk, er staan toch wel een paar dingen te gebeuren in de toekomst nu. Die ook voor Mercedes interessant worden. En ik heb dat in een ander programma al eens een keer gezegd. De leiding bij Mercedes, de straat, de autofabrikant, meneer Kalenius, die heeft een iets andere visie. In de wereld van de auto's verandert er veel. Gaan veel investeringen gaan zwaar wegen. Dat gaan op een gegeven moment factoren zijn die misschien de motivatie en de support van Mercedes voor dit project gaan doen afnemen. En dan wordt het kwestie van, zit je nog in de juiste auto? Is het nog steeds de juiste team wat je om je heen hebt? En Andy Cowell van eigenlijk de dominante motorfabrikant Mercedes is ook weggegaan. Ja, maar ik denk dat je dat ook al ziet nu in het feit dat Ineos voor 33% eigenaar is. Hè? En de Toto Wolff voor een derde. Ja, ja, het gaat een beetje weg van de fabriek. En de fabriek is daarin wel, zou ik zeggen, belangrijk om stabiliteit te geven. Weet je wel, een grote firma die erachter staat, dat heeft aantrekkingskracht, dat geeft zekerheid, dat geeft rust. En als dat een beetje begint af te kalven, ja, dan moet je maar zien of dat de juiste stoel is. Ik denk dat Aston Martin een heel interessant project is om in de gaten te houden voor de toekomst. Ik denk dat daar ook een beetje een verschuiving heen toe plaatsvindt van belangrijke mensen achter de schermen bij Formule 1. Dus dat wordt interessant voor de toekomst te zien. En ja, dan de grootheden zoals Ferrari, die moeten zich ook herpakken en zullen zich ook weer moeten gaan bewijzen. Dus of Hamilton zittend in deze stoel, in deze auto, tot de 10 gaat komen, dat zou ik nog niet zoveel geld opzetten. Ja, je zegt een Aston Martin. Gaat een Toto Wolff daar dan heen? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken als je er niet echt in zit. Maar ik heb wel het vermoeden dat er meer bij Aston Martin gebeurt dan dat we nu zien. Dat er een groter plan achter zit en dat daar ook... Aston Martin heeft natuurlijk ook auto's in andere kampioenschappen. En daar is al best wel wat betrokkenheid van AMG-ingenieurs. AMG is eigenlijk dus de sportkant van Mercedes. En dat zijn dingen die wel een bepaalde richting aangeven, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus jij denkt dat die Vettel wel een goede keuze heeft gemaakt, zeg maar? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet niet of de keuze voor Vettel, of dat de goede keuze voor zo'n team is. Op het moment denk ik wel. En ik denk dat Sebastian zeker iemand is die in een dominerende auto heel goed zo'n kampioenschap kan rijden. Ja, laat ik hem anders stellen. Wie heeft de beste keuze gemaakt deze winter of afgelopen seizoen? Was dat Vettel of was dat Sainz? Nou, dan zou ik zeggen dat Vettel een betere keuze heeft gemaakt dan Sainz. Ik bedoel, Ferrari komt op een gegeven moment ook wel weer boven. Ze zijn nu voor het eerst sinds 1980, geloof ik, zo laag geëindigd. Dus dat geeft ook aan dat daar wel constant in zit. Maar op een gegeven moment is bij Ferrari niet de aanspraak om de top 3 te eindigen. Ze moeten winnen. En dat zal op een gegeven moment moeten komen. Maar of dat volgend jaar of de komende 2-3 jaar gebeurt, dat weet ik nog niet. Dus wat dat betreft denk ik dat Vettel's keuze voor Aston Martin, zie ik een logischere weg naar sneller succes, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt het over Ferrari. Ze zakken van 2 naar 6 in het kampioenschap. Ja. Geen overwinning, een paar podiumplekken, een hoop rumoer rondom Binotto, de CEO is weg. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, dit is... ja, goed, je moet het niet zeggen, maar het is een vrij normale crisissituatie bij Ferrari. Het is een team wat natuurlijk altijd iets meer tumult en veel meer emotie in zijn bedrijfsvoering heeft zitten. Ja, ik ben er nog steeds redelijk van overtuigd dat Mattia een van de weinige mensen is die het redelijk goed kan managen. Je hebt daar echt iemand nodig die de lijnen uitzet en de mensen verbindt. En dat het niet uit elkaar valt in allemaal losse fracties. Ja, maar ik denk niet dat Mattia daarvoor de juiste persoon is. Ik denk dat hij dan eerder een, zoals ze bij McLaren hebben, een soort van Andreas Seidel naast zich nodig heeft. Maar Mattia is niet de techneut. Hè? Maar Mattia is eigenlijk meer de manager. Ik heb hem als baas gehad in de motorafdeling. En het was niet aan hem om de motoren te ontwerpen. Maar hij bracht wel de structuur en de organisatie aan. En dat is iets wat heel moeilijk is bij Ferrari. En dat is in het verleden ook altijd door
mensen met een achtergrond in andere omgevingen. Dus zal ik maar zeggen, West-Europeanen, niet tenzeer uit Italië en zuiden van Europa, maar toch mensen meer met een, zal ik maar zeggen, Engelse of een Duitse of een Franse achtergrond die daar veel know-how heen hebben gebracht. En Michael, Ross Braun, Jean Todt, dat zijn mensen die die organisatie echt goed aan het lopen hebben gekregen. En ik denk dat Mattia van de mensen die er nu zitten, die skill wel heeft. Alleen je moet dan ook wel de techneuten hebben om het uit te voeren. En wat ook heel moeilijk is in de huidige regels, is dat als je eenmaal een achterstand oploopt, dat je het bijna niet meer inhaalt. Die dominantie van Mercedes komt eigenlijk ook een beetje doordat ze natuurlijk heel goed werk leveren. Maar het is bijna onmogelijk om, zou ik maar zeggen, door ontwikkeling en door de technische oplossing daarvoor te zoeken, dat je ineens dat gat dicht maakt. Want het is beperkt wat je maar kan doen aan zo'n auto door het hele tokensysteem en de restrictie op het ontwikkelen, omdat het allemaal zo kostenintensief is. Maar daardoor hou je ook die voorsprong en het is veel moeilijker om dat in te lopen. Dus je moet ook de omstandigheden hebben om die achterstand in te kunnen halen. En dat is niet alleen structuur en mensen, maar dat is eigenlijk alle omstandigheden bij elkaar. Maar nogmaals, ik denk dat Mattia, ik zou niet weten wie dat makkelijk kan overnemen van hem, want je moet die organisatie echt goed kennen van binnenuit. En je moet de juiste skills hebben. En ik denk dat, maar het zal er zeker aan liggen hoe Ferrari nu in het komend jaar gaan presteren. Als ze het komend jaar niet echt een grote stap vooruit maken. Ze hebben nu een nieuw motorenconcept een beetje in de media gebracht. Superfast. Ja, laten we maar zien hoe het werkt. En als dat goed werkt, dan zie ik ze wel weer voor haar meedoen. En dan zie ik Mattia ook nog wel langer in die rol blijven. Maar denk je niet dat zij de voornaamste focus ook al op 2022 hebben? Ik denk het wel. Maar wat zij natuurlijk ook al eerder hebben aangegeven in de media. Hè? Verwacht niet dat wij voor eind 2021 races gaan winnen. Nee, ik denk het wel. Je hebt gelijk. Ik denk dat een heel groot eikpunt is. Maar ik kan me niet voorstellen dat Mattia, zou ik maar zeggen, zonder een duidelijke progressie te laten zien met alles wat ze nu aankondigen voor die motor en wat natuurlijk een heel heet hangijzer is geweest in het laatste seizoen. Als zij niet een duidelijke progressie daarin laten zien, dan denk ik dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. Want zo is het natuurlijk ook wel weer bij die wereld. Het gerucht gaat dat Andy Cowell die kant op gaat. Natuurlijk een beetje de man die wordt gezien als de architect van de Mercedes-motor. Ja, dat is ook weer niks nieuws natuurlijk in Formule 1. Het is uiteindelijk een wereld waar know-how bepaalt hoe sportief succes in elkaar zit. En Andy Cowell is onomzeggelijk een van de sleutelfiguren geweest bij Mercedes, bij de motorenafdeling. Het zou stom zijn als een team als Ferrari, maar ook de andere teams, niet actief kijken naar die know-how binnenhalen, zou ik maar zeggen. En het zou voor Ferrari goed zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat er andere teams, zoals een Aston Martin en misschien zelfs een Renault, ook bij Andy aankloppen. Even door naar Max. Ik denk dat hij een van zijn beste seizoenen tot dusver achter de rug heeft. Ja, denk ik ook. Ik denk dat hij het beste uit zijn materiaal heeft gehaald. Maar ja, 5 uitvalbeurten. Ook weer een paar kleine foutjes erbij. Hoewel ik dat echt, weet je wel, dat zijn fouten die hij maakt omdat hij te graag wil, te competitief eigenlijk is. Maar uiteindelijk door die 5 uitvalbeurten is hij eigenlijk al kansloos om echt voor haar mee te doen. Maar als hij rijdt, ja, dan is hij altijd. Het feit dat hij de Mercedes heel vaak splitst, geeft aan dat het gewoon een topseizoen is geweest. Ja, het feit dat hij zo dicht achter Bottas eindigt, zegt dat iets over Max of zegt dat dan niet over Bottas? Ja, ik denk dat het veel over Max zegt, want je moet dat wel kunnen. Maar het geeft ook aan, en zeker als je dan zal ik maar zeggen, de kennis van die race in Bahrein waar Russell instapt in die auto en hij gaat eigenlijk, hoewel je daar ook heel voorzichtig moet kijken naar welke banden op welk moment onder de auto zitten. Maar ja, hij is zonder veel pijn en moeite toch op gelijk niveau en misschien wel voor Bottas. Dus ja, ik denk dat dat voor Bottas wel heel zuur is geweest en dat zegt dus ook heel veel over het niveau van een Bottas. Niet dat dat zo laag is. Maar van de andere kant, ik denk dat Mercedes het niet eens zo erg vindt. Want nogmaals, dat is deel van je strategie. Dat is deel van de rust in het team. En de focus op het feit dat je met Hamilton toch een unieke nummer 1 in je team hebt. En die moet je ondersteunen. Ja, we hebben het over rust binnen een team. Nu krijgt Verstappen volgend jaar Perez na zich. Ja.
Is dat een goede zet? Ja, ik denk het wel. Ik ken Sergio, want ik heb met hem gewerkt nog toen hij bij Sauber reed eigenlijk, met de Ferrari motoren. Hij is echt wel goed op zondag. Zal ik maar zeggen, technisch, qua feedback, nee, zou ik hem niet tot de toppers rekenen, maar hij kan wel racen. En hij heeft vooral de manier van omgaan met de banden, die best wel overeenstemt met wat Max ook met banden kan doen. Hè. Dus echt binnen de limiet van de banden rijden en het maximaliseren van de levensduur van zijn band. Dat kan hij echt heel goed. En hij is een puur sang racer, maar hij is wel iemand die ook wel zijn eigen mening en zijn eigen personality meebrengt in een team. En dat zet de dingen een beetje op scherp. Als het team daar goed mee kan omgaan, de team management, dan is het positief. Wat je moet voorkomen is dat het negatief gaat uitwerken. Dus dat engineers data gaan afschermen, niet met elkaar overleggen. Dat kan snel ontaarden in een hele negatieve sfeer. Ja, en dat moet je wel voorkomen. Ja, maar ik zit even te denken. De jaren dat Red Bull kampioen is geworden, toen hadden ze Vettel en Webber. Ja. En dat zorgde natuurlijk ook voor een hoop spanning binnen het team. Dus in principe kunnen ze er wel mee omgaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het daarom ook voor Max een hele goede stimulans is. Want uiteindelijk heb je toch iemand nodig die je scherp houdt. En als jij ieder weekend weet dat je een halve... Ja, maar heeft Max die stimulans nodig? Ik denk iedereen, weet je wel. Want wij denken nu dat Max aan zijn limiet zit. Ja. Maar als je niet gepusht wordt, dan zit je ook aan je limiet. En als je iemand naast je hebt die misschien wel eens in een race... Weet je wel, voor je eindigt, ja, dan zal Max ook nog boven zichzelf uit kunnen stijgen, denk ik. En dat heb je nodig. Je hebt iemand nodig die je uitdaagt. En als jij weet dat je iedere race een halve seconde per ronde sneller bent dan je teamgenoot, ja, dat is aangenaam. Maar aangenaam maakt geen kampioen. Je moet echt wel even weer gechallenged worden. En ik denk dat Perez daar een goede keuze in is. Maar het moet wel gemanaged worden. En wat je al zei, Horner heeft daar zeker... genoeg bagage voor om dat goed te kunnen doen. Maar het wordt wel interessant, denk ik. Ik denk dat vooral de voornaamste opgave voor Perez wordt om binnen 20 seconden van de Mercedes te blijven. Zodat je ze qua strategie onder druk kunt houden. Absoluut. Want als Mercedes ergens te kloppen is, volgens mij, dan is het wel in de pits en in de strategie. Nou ja, wat eigenlijk een beetje jammer is van dit seizoen, want ik kan me de eerste race nog heel goed herinneren toen Verstappen uitviel eigenlijk in Oostenrijk, waar Albon op een gegeven moment onder safety car de rode band erop legde en ze onder druk kon gaan zetten. En daar had Mercedes ook de mogelijkheid onder die safety car om ook banden te wisselen. Alleen dat deden ze niet. En dat was eigenlijk een beetje een tactische zwakheid. Alleen... dat wordt nooit onder een vergrootglas gelegd, omdat je niet de auto's hebt om de druk erop te zetten. En die kwamen dus niet van Ferrari in dit seizoen. En bij Red Bull heb je het wel twee van die auto's nodig om dat te kunnen doen. En als je dat hebt, dan kun je ook bij Mercedes meer druk opbouwen. En dan gaan ze ook wel eens een keer fouten maken. En dat heb je eigenlijk nodig. Dus ik denk dat overal gezien voor de keuze van Red Bull heel logisch is. Ik vind Sergio een goede keuze. Nu moeten ze wel een auto bouwen die, zal ik maar zeggen, in de buurt is vanaf het begin. En dan Mercedes onder druk zetten. En ik hoop eigenlijk dat er meer teams in die mix gaan spelen. Want ik denk dat een van de onbekende paarden eigenlijk McLaren gaat zijn. Die de mogelijkheid hebben om met een nieuwe motor eigenlijk de hele achterkant van de auto te modificeren. De tokens gebruiken voor de voorkant. En dus eigenlijk het enige team is dat een nieuwe motor en een nieuwe auto kan bouwen. Terwijl de rest eigenlijk met hetzelfde concept moet doorgaan. En dat, ik denk dat dat nog wel eens een heel interessant voorsprong kan zijn voor McLaren. Die natuurlijk best wel sterk geëindigd zijn nu al. Ja, dit jaar al derde. Terwijl zij volgens mij totaal niet de derde auto van het veld hadden. Ja, maar het geeft ook de degelijkheid van de coureurs aan, van het team aan. Ik denk dat er goede mensen achter zitten. Andreas Seidel met zijn verleden in de LMP1 van de Porsche in de LMP1-categorie. James Key, denk ik, dat een hele goede technical director is. En dat wordt echt gebouwd aan een project wat ook in de toekomst competitief gaat zijn. Dus ik denk dat het voor volgend jaar zou een beetje een geheimtip zijn, denk ik, om hun goed in de gaten te houden. Ja, en Ricciardo weet natuurlijk ook wel hoe je races moet winnen. Hè? Absoluut. Ik denk dat een qua line-up, ik vind Sainz ook heel goed. Dus het is jammer dat hij hun verlaat. Maar ja. Ricciardo, Norris, ja, ik denk niet dat je daar veel twijfel over hoeft te hebben. Kijkende naar volgend jaar dan. We hadden dit jaar al een heel leuk gevecht tussen Renault, Racing Point en McLaren. Ik denk dat dat volgend jaar alleen maar leuker wordt.
Ja, ik denk dat dat eigenlijk het, de subtop, zal ik maar zeggen, als je het zo mag noemen, dat dat heel dicht bij elkaar zit. En dat dat hele leuke gevechten kan opleveren. En je had natuurlijk dit jaar al een paar verrassende winnaars door omstandigheden. Maar het geeft wel aan dat die jongens er wel dichtbij zitten. En het, ja, het enige wat je eigenlijk als manco kan noemen is die extreme dominantie van Mercedes. En je mag toch hopen dat het een keer iemand lukt om daar dichtbij te komen. Maar misschien is de vrijheid die McLaren dit jaar gaat hebben wel een unieke mogelijkheid om een grote stap dichterbij te maken. Hoewel ik denk dat Mercedes uiteindelijk zoveel nog steeds in hand heeft. Ik denk niet dat ze echt ooit hun volle potentieel nog hebben laten zien. Dat ze nog wel wat marge hebben om ook onverwachte dingen op te vangen. Ja. Alonso komt terug. Ja, wat verwachten we daarvan? Ja, ik moet zeggen, ik vind Alonso als coureur is indrukwekkend. En 39 jaar oud, geloof ik. Maar je zou hem niet graag tegen je hebben rijden. Hij is echt... Hij is typisch iemand die, als je hem in je team hebt, ook je team kan vernietigen. Want hij heeft een hele sterke persoonlijkheid. En dat hebben we met Ferrari meegemaakt. Maar ik heb het ook een beetje meegekregen van toen hij in Toyota bij in het WEC reed eigenlijk. Hij is iemand die zijn eigen mening niet onder stoel of bank steekt. Maar ja, qua coureur op het circuit, ongelooflijk competitief. En ik denk dat hij, het feit dat hij terugkomt, geeft ook aan dat hij overtuigd is van het project wat Renault en nu Alpine gaat worden. Dat daar best wel potentie in steekt. Dus ja, als je dan gaat kijken hoeveel potentie misschien Renault Alpine kan brengen. Wat mogelijk McLaren kan brengen. Wat een Racing Point Aston Martin gaat brengen. En wat Ferrari misschien. Dan kun je eigenlijk die subtop wel als een heel mooi gevecht gaan zien. En misschien dat het daardoor lukt om inderdaad ook dichter bij Mercedes te komen. Ja. Wat vond je nou het mooiste van het afgelopen jaar? Nou ja, een paar dingen. Ik vond Imola heel leuk om te zien. Ja. Fantastisch circuit, namen van bochten, weet je wel, dat is echt gewoon, dat klopt allemaal. Ik vond het heel goed om te zien dat een Grosjean bijvoorbeeld uit zo'n ongeluk weg kan lopen. Maar het leukste fragment vond ik eigenlijk toen Hamilton tijdens een interview in Abu Dhabi gestoord werd door de R25, wat eigenlijk de auto van Fernando Alonso is uit het V10 tijdperk. En dan zegt van, bijna kippenvel krijgt van dat geluid en zegt, ja, dit is wat we missen. Ja, dat... Ik denk als je heel veel mensen vraagt, wat was nou de passie, wat is je passie van Formule 1? En dat het unieke is. En dat is inderdaad iets wat ik mis in de Formule 1 nu. En ik vond dat een heel mooi moment dat zo iemand als Hamilton dat ook zo beleeft en zo voelt. Om af te sluiten, even een uitstapje naar een andere tak van sport waar je ook bekend bent. Het hele endurance racen. Met de terugkeer van Porsche, Audi, Peugeot komt erbij. Het lijkt alsof de gouden jaren er weer aankomen. Ja, ik denk dat het uiteindelijk een hele goede zet is geweest om na een hele zware bevalling eigenlijk uit te komen op dat reglement wat ze nu hebben. LMDH heet het dan. Dus het is eigenlijk een mogelijkheid om in de topcategorie mee te doen in Le Mans, in het WEC, maar ook in Daytona, in de eigenlijk superklassieke endurance races. En je ziet dat het ook werkt. Hè? Dus het trekt de grote merken aan. Waar ik wel een beetje nog huiverig over ben, is binnen die categorieën die er nu zijn. Want het is niet alleen LMDH, dus dat Daytona Hypercar prototype eigenlijk. Maar je hebt dan ook nog het Hypercar van het WEC. En daar heb je nog twee smaken in. Daar heb je een hybrid en een non-hybrid in. Dus je gaat eigenlijk drie verschillende auto's in een topcategorie laten rijden. En dat moet wel gebalanceerd zijn. Want als je niet kan winnen met een LMDH-auto in die categorie, ja, dan is de lol er snel van af, weet je wel. Dus ik denk dat daar nog wel een opgave ligt. Maar ja, het is fantastisch te zien om die topmerken weer terug op het hoogste niveau en te zien strijden om overall victories. Het wordt alleen maar leuk, denk ik. Ja, dan komen misschien nog meer merken bij, hè? Want er wordt veel gesproken over Lamborghini. Volgens mij is het McLaren het ook nog aan het overwegen. Ja, dit is een redelijk, zal ik maar zeggen, betaalbare manier om in die top-events mee te draaien. En dan zeker omdat je dan de Amerikaanse markt en, zal ik maar zeggen, de globale of meer de Europese markt met het WEC en de Amerikaanse markt met IMSA kan afdekken. Voor een merk als Lamborghini, als uithangbord voor een straatauto, is dat extreem belangrijk. Maar ook voor Porsche en wie er nog maar bij kan komen. Dus ik denk dat het de juiste keuze is. Het heeft lang geduurd.
Maar het is net wel iets om naar uit te kijken. Wat ik dan wel jammer vind is, en dat gaan we komend jaar al zien, dat dat een beetje ten koste lijkt te gaan van de GTE-klasse. Hè? Waar Porsche in Amerika eruit stapt, BMW is in Europa er al uitgestapt. Ja. Ja, kijk, het zijn merken die maar één keer hun budget kunnen uitgeven. En je moet realistisch zijn en dat bij motorsport heel veel firma's op het moment niet als hoogste prioriteit hebben om dat in hun marketingstrategie uit te dragen. Dus het is mooi dat de merken die er nu zitten dat al doen. En ik denk dat de GT-categorie eigenlijk een mooie categorie zou zijn om dat meer een beetje naar de privateers en naar de M-rijders te laten. Het zijn nog steeds hele mooie auto's en het zijn fantastische events. Dus ik denk dat ze wel een plaats behouden, maar inderdaad iets minder factory supported en meer in de handen van privateers. Dus dat is ook niet verkeerd. Dan zien we jou ooit nog terug in dat wereldje. Maar ik volg het wel. En als zich een leuke mogelijkheid voordoet, ja, dan zouden we misschien wel instappen. Maar voorlopig hebben we ook nog mooie andere projecten.